Leroy Jenkins! Oh shit! Oh my god! Jongere mensen, super leuk dat jullie bij deze gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal Games Rule. In deze video, en zoals je waarschijnlijk al aan de titel en de thumbnail hebt gezien, gaan wij een Skybase Challenge doen. Voor de laatste keer dat ik deze Skybase Challenge eigenlijk heb gedaan, is al een hele lange tijd geleden. Hier even een klein stukje daarvan. Doei! En zoals je ziet, jongens, ik zag er ook super anders uit natuurlijk. De game was ook super anders. Dus eigenlijk is er best wel veel veranderd. En eigenlijk het enige wat hetzelfde is gebleven, is de game mode die we aan het spelen zijn in deze challenge dus. En dat is natuurlijk Close Encounters. Dus daar houdt dus in dat je met jetpacks en ik kan niet gliden. Wat is dit dan? Huh? Oh, nu wel. Dat was geglitst. Oké, geen idee waarom. Maar dat is dus dat je met shotguns en jetpacks only kan spelen. Dus vandaar dat het natuurlijk ook de ideale game mode is om boven in de lucht te hangen en natuurlijk proberen te overleven. Ik land hier lekker bij Lonely Lodge in de buurt. Zodat ik hier natuurlijk veel hout kan hakken. Want ja, er zijn hier alleen maar bomen. Dus dat is een chill ding. Natuurlijk, de oldschool heavy shotgun zit er ook weer in. En dat is super vet. Want deze gun ben ik al heel lange tijd niet meer gewend. Maar super vet. We hebben een mooi camo'tje aan. Een keer een andere skin dan normaal. Dus we gaan gewoon kijken of we dit potje natuurlijk kunnen winnen. Op de Skybase manier. En oh, wat? Grapplers? Oh shit, ouwe. Ik wist niet dat dat in de game was. Wat? Dat was zo vet. Alright, laten we gewoon veel hout farmen, veel steen. Je kan natuurlijk tot 999 farmen. En ik denk dat we dat ook wel echt moeten gaan doen. Dus het wordt vooral even lekker hakken, veel mats farmen. En daarna gewoon de lucht in gaan met bouwen natuurlijk. Ik heb natuurlijk een beetje teruggekeken naar die video van die jullie net ook zagen. Van hoe ik het toen een beetje aanpakte. En ik zag ook van dat ik best wel, zeg maar, dom bezig was. Bijvoorbeeld, ik editte een stairway weg. Een skybase edit ik naar beneden. Maar ja, iedereen heeft natuurlijk jetpacks. Dus ik moet eigenlijk gewoon iedereen killen die eventueel ook in de lucht gaat zitten. Om natuurlijk hetzelfde te doen als ik. Dus ja, ik moet niet denken van, oh, als ik dit edit, vallen ze allemaal dood naar beneden. Want iedereen heeft eigenlijk een jetpack. Dus dat is wel even een dingetje om te weten. Ik zie hier een bosje. Die kan ik op zich wel meenemen. Ik ga hem nu niet innemen. Dat is een beetje kut met hakken en zo. Maar die gaan we zo meteen wel innemen. Ja, we spelen natuurlijk. Dat is wel één ding wat we moeten onthouden. Tegen squad teams. Oké, ik neem nu wel het bosje in en dan kan ik die minis weer meenemen. Ik speel tegen squads in mijn eentje. Dus dat is het enige nadeel nu. Maar volgens mij was dat toen die tijd, zeg maar die clip die jullie toen straks zagen, was het ook volgens mij squads. Dacht ik in ieder geval. Dus op zich, het moet gewoon lukken. Natuurlijk, ik ga niet iedereen pushen die ik zie. Want ik ga toch lekker bovenin zitten. Maar ja, het is wel even een dingetje om rekening mee te houden. En ik denk dat er alleen maar paarse guns in de game zit of zo. Ik weet niet. Ik kom nog steeds geen legendary tegen. Of je moet dat echt geluk hebben. Oeh, weer grappler. Nou, ik heb er maar één nodig, I guess. Oké, we zitten al best wel goed op ons hout. Laten we ook maar even een beetje gaan focussen op de steen zometeen. Want dat is natuurlijk ook wel handig om te hebben. Metaal wordt wel lastig voordat we dat pas hebben. Volgens mij krijg je wel meer mes, dacht ik. Lijkt het zo te zien. Ik heb geen idee of dat zo is. Maar ik heb in ieder geval bijna 1000 hout. Dus dat gaat best wel snel. Lekker bezig. Alright, ik zie hier wat autootjes. Die kunnen we ook natuurlijk mooi gaan hakken. Alright, 50 man nog maar over. Dus er zijn best wel wat mensen dood. Natuurlijk moet je onthouden dat het squads is. Dus dat er best wel wat mensen overblijven altijd endgame. Dus dat is op zich niet zo'n heel probleem nu. Als er maar niet echt maar 2 man nog over zijn endgame. Want dat is best wel jammer. Alright, maar het kan natuurlijk ook heel variërend zijn in deze game. Want kijk, bijvoorbeeld ik speel dit nu solo's. En ik kom best wel veel mensen tegen die dit ook gewoon met een duo spelen of met z'n drieën. Dus niet altijd een full squad. Dus dat is aan de ene kant, ja, wel handig dat je niet altijd tegen 4 man komt. Want dat is best wel lastig in je eentje. Want ja, je hebt natuurlijk maar een bepaald aantal HP en shotguns. Dus je moet altijd van close range fighten. Dus het is altijd wel een tikkie lastig om het te overleven, zou ik maar zeggen. Alright, hout zitten we vol. Dat is mooi. Chill, dan hoeven we dat niet meer te hakken in ieder geval. De Caesar komt ook nu om de hoek kijken. Dus dat is op zich wel even kut nu. Want dan kan ik niet even dit hakken meer. Even zien. Ik ga die quad meenemen. Ik zag hier een quad staan. Laten we die gewoon gebruiken om hier weg te gaan. Dan gaan we in ieder geval sowieso nu naar de Caesar toe. En dan gaan we even wat meer mats hakken. Want we moeten echt veel mats hebben. Echt alles moet bijna vol zitten. En dan gaan we gewoon kijken, jongens, of we deze mooie Skybase Challenge tot een goed einde kunnen brengen. Ik ben echt benieuwd, ouwe. Ik heb dit al heel lang niet meer gedaan. En volgens mij, ik zie het ook niet echt veel meer, zeg maar, in streams en wat dan ook. Oké, chill. Nou, die quad is al bijna kapot. Lekker handig. We zitten alweer bij de season, jongens. Dus dat is easy peasy. Maar hier heb je heel veel metaal, dus dan moet ik even hakken. Het is vooral echt hakken nu. En zometeen gaan we waarschijnlijk wel fighten en gaan we omhoog bouwen. Dat sowieso. Want ja, het is de Skybase, like, dan moet je wel omhoog bouwen. Dit is wel heel voor de hand liggend. Alright, ik heb hier heel veel campers, jongens. Dus, ik ga denk nu eerst even al die campers en autootjes hakken. En dan zie ik jullie zo meteen denk ik wel gewoon even terug. Nadat we dit helemaal gehakt hebben. Anders zitten jullie alleen maar te kijken. Nou, wat een hak. Dus tot zo.
Oké, ik heb op zich wel weer wat mes verzameld. We zitten nu op 600 metaal. Natuurlijk, metaal duurt altijd super lang voordat je een beetje full bent of veel krijgt. Dus ik heb het soort van opgegeven. Ik heb heel die camping daar net weggehakt. Dus ik heb echt mijn best gedaan natuurlijk om de mes te verzamelen. Kut, het is even zo jongens. Kan ik die gang nog op tijd redden? Ik hoop het. Shit, het kost wel even wat hout. Nou, boeien, maakt niet zoveel uit. Huppakeetje, en we gaan even naar de zee toe, jongens. Kan ik dat halen naar die drone toe? Even testen. Oké, ik kom best wel ver. Chill. Wat ik nu ga doen, jongens, is bij deze zee gaan we nu de lucht in. Er zijn nog best wel wat mensen over. 32 man naast mij over. Of natuurlijk 31 man, ik moet mezelf nooit meetellen. Dus dat is op zich best wel wat. Dat is nog flink veel. Ik heb natuurlijk geen idee waar mensen zitten. Maar op zich, op zo'n drone was het ook wel vet geweest om te gaan bouwen in de lucht, man. Zullen we dat gewoon proberen? Zou ik het doen? Ik weet alleen niet of ik dat red met de C-zone. Ik heb namelijk geen heals of zo. Maar ik wil het eigenlijk wel proberen, man. Zou ik gewoon hier... Laten we het gewoon doen. Laten we het gewoon doen. Fuck it. We gaan hier gewoon even ietsje omhoog bouwen. Dus gewoon zo. Huppakee. Ik hoop niet dat het naar beneden geschoten wordt. Oké, dan gaan we gewoon zo. Fuck it. We gaan het gewoon proberen. Ik weet dat dit niet de manier is om natuurlijk zo hoog mogelijk en op één lijn in de lucht te blijven. Maar zo blijft het in ieder geval in de C-zone zitten. En hoop ik dat mensen het niet echt op gaan vallen. Oké, ik ga helemaal tot aan zo hoog mogelijk. Dat is eigenlijk best wel perfect, denk ik. Ik hoop alleen niet dat iemand mij ziet. Ze hebben natuurlijk geen assault of assault rifles. Gewoon afstandswapens. Oh, oké, we zitten al op de hoogste. Oké, chill. Dus we moeten met de shotgun gaan spelen. Oké, chill. We zitten op de high ground, jongens. Dit is het max hoogte wat je kan bereiken. Natuurlijk is het verrekte lastig om ook bij mij nu te komen. Het enige kut is, ja, de match. Ja, ik heb niet full kunnen hakken. Dat duurde gewoon echt veel te lang. Dat was echt niet normaal. Alright, we zitten in ieder geval safe. En kijk, mijn trap zit nu in de safe zone. Dus niemand gaat daar ooit meer naartoe. Alright, we hebben ook een bosje, dus we kunnen ook niet geraakt worden als iemand ons gaat pushen eventueel. Alright, het is nu even kijken. Dus waar zitten de mensen? Ik ben echt benieuwd of dit gaat lukken of wij gewoon niemand hoeven te fighten. Misschien winnen we wel zonder een kill te maken. Dat zou heel apart zijn. Dat is natuurlijk nooit mijn stijl van video's qua Fortnite en zo. Maar het is wel geniaal. Oeh, daar zie ik een quad. Oké, daar zitten sowieso mensen. Niemand gaat mij door. Oh, daar zitten mensen onder mij. Het is zo goud, want niemand kan hier naar je toe komen. Wacht, oh, wacht, zou dit werken? Ik wil even checken of ik een bal naar beneden kan gooien. Of een frisbee. Wacht, nee. Ik gooi die bal. Hier, let op. Woesh. Kijk of hij het redt. Oh my god. Oh, nee. Hij verdwijnt. Oh, volgens mij was hij echt perfect gekomen. Oké, wacht. Ik ga weer rennen. We moeten weer naar de CSO. We moeten even ietsje schuin lopen. Ik zie niemand anders dit doen. Dus dat is best wel geinig. Meestal endgame, als je natuurlijk bij de laatste mensen zit, zitten altijd mensen van, hè, waar is de laatste persoon? Waar zit die verstopt? In welk bosje? En dan kijk ik zo omhoog. Oh, ja, daar zit Dylan. Ja, dan moet ze helemaal omhoog komen. Dat is ook zo'n struggle. Oké. We zitten weer safe en er zit niet echt... Ja, er zit wel een berg onder mij. Maar mensen kunnen gewoon niet snel naar mij toe komen. Alleen met een rift. En als ze die niet hebben, ben ik gewoon fucking chill hierboven aan het campen. Oké, mensen hebben een rift. Oh, maar dat is best ver weg. Dat redden ze nooit naar mij. Oké, dat is een rift. Ik hoor nog een rift. Verdorie. Oh, dat is dezelfde rift, denk ik. Alright, de Caesar wordt nu steeds kleiner. Is al best wel klein. Nog 18 man over. Dat bedoel ik op zich nog best wel veel mensen natuurlijk. En ik heb nog 0 kills kunnen maken. Ja, natuurlijk niemand landde bij mij. Oeh, daar. Oeh, shit. Kijk, oh... Is hij ook een ster... Oh nee, hij stopt ermee volgens mij. Oh, ik dacht dat hij... Hij zit wel een beetje in de lucht te bouwen, vriend. Ik weet niet wat hij van plan is, maar op zich... Straks gaat hij nog naar me toe bouwen. Ik heb helaas geen explosives, maar... Oh my god, ik zie allemaal mensen lopen beneden. Dat bosje is wel even kut, hoor. Je ziet niet heel goed mensen, maar... Die guy is een soort van halve kleine stairway aan het doen. Dan zie je die guy daar helemaal rennen. Ja, ik wil weg hier. Zit hier ook een guy? Oh, hier zit een heel teamgast onder mij. Ze hebben mij gewoon niet door. Hou ik in het hele team daar zitten. Hallo jongens. Wacht. Oh, ik ga nog een keer kijken of... Wacht, misschien een tomaat. Komt hij wel verder? Wacht, een grote. Fancy tomato. Please ver... Nee, oh, hij verdwijnt. Ik weet niet of hij er aankomt. Wacht, kijk. Nee, ik zie ze niet stressen. Oké, dat zou zo goud zijn geweest, man. Alright. Ja, het is nu gewoon wachten. Die kerel zit een soort van stairway te doen. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Hij zit niet echt hoog namelijk. Oké, we moeten... Weer schuin gaan lopen. Ik kan nu denk ik wel alvast een beetje gaan bouwen. Oké, de mats, het is niet immens veel nog. Maar het is ook niet dat het helemaal nu gevaarlijk wordt dat ik bijna geen mats meer heb. Ik blijf heel even hier, hier zitten. Oeh, ja, ja, ja. Oh, ik dacht dat hun ook een stairway gaan doen. Oké, mensen bouwen wel hoog. Maar, oh, dat lijkt er wel op, man. Oh, ik ga gewoon mee doen. Fuck it, we gaan gewoon bouwen. Het klote is, ik heb geen nades of zo mee, weet je wel. Dan kan ik naar beneden gaan gooien. Ik heb natuurlijk zelf ook alleen maar shotguns. Dus ik kan eigenlijk niet van een afstand gaan schieten. Oké, mijn mensen zijn nu best wel redelijk op aan het gaan. Dus ik doe heel veel rustig aan. Verdorie, ouwe kut. Mij lijkt het vetst als iedereen in de lucht gaat bouwen. Oh shit, what the fuck? Oh my god, wat is die... deze shotgun. Oh! Ik hoor allemaal mensen. Wacht, komt die zo ver? Oh my god. Bro, ik was het helemaal vergeten, gast. Oh my god, ik hoor een guy. Reloading.
Got it. Oh, nice. Oh my god. Nee, blijf hier, blijf hier. Oh my god, yes. Oh my god. Oh, impersonates. Die zijn vet. Deze guy had allemaal legendary guns, gast. Die zijn nu van mij. Oh my god, jongens. Oké, we hebben ook weer wat mensen kunnen farmen. Oh my god. Ik was helemaal vergeten natuurlijk dat deze shotgun, die nieuwe pump, zeg maar. Of nieuwe pump. De pump die nu iedereen heeft. Zo ver op zo'n afstand kan schieten. Dat is echt niet normaal. En die kerel raakte mij gewoon. En ik heb nog wel mijn bosje. Huh? Hoe heb ik... Oh, hij heeft me op mijn hoofd geraakt. Dan hou je je bosje nog. Mede stairways! Hey, jongens! Hey, hey! Oh, sorry. Oh, dat was echt een hele aparte lach. Oh, kan ik ze hier vanaf hier raken? Hey, hoe is het, jongen, aan de overkant? Fuck, ouwe. Het enige kloot is, ik ben alleen natuurlijk nu. Dat is wel een dingetje. Oké, ik bouw heel veel zo. Je weet me nooit. Straks word ik geraakt de hele tijd. Oké, de Caesar is echt helemaal daar, gast. Weet je wat leuk is? Ik heb die impersonates kunnen pakken. Dus dat is super handig. Dan kan ik misschien wel een surprise attack doen op hun stairway base. Oké, fuck. Ik heb geen... hoe heet dat? Geen launchpad of zo. Oh my god. Oh, dit is leuk, man. Dat er ook meerdere ster... Kijk hier. Dat zijn gewoon buren, jongen. Dat is fucking goud, ouwe. Oké, 27 seconden. Ik ga een beetje die kant op. Ik wil alleen niet dat ze mijn bosje eraf schieten. Want die heb ik misschien nog wel nodig, zo. Zo een beetje inbouwen. Ik red het net niet, man. Ik heb genoeg kogels. Dus ik ga gewoon... Wacht, die... Nee, die is niet geüpdate. Fuck, misschien kon ik vanaf hier echt vet veel damage doen. Fuck, ouwe. Alright. Er zitten ook mensen naar beneden. Oeh, die gaan ook sowieso omhoog bouwen. Ik denk dat mensen echt allemaal in de lucht gaan vechten. Ik ben wel blij dat ik even iets van hout van die enemy heb op kunnen pakken. Hebben ze mij wel door, überhaupt? Ik kan het net niet raken, man. Verdorie, gek. Oké, ik ga er naartoe, jongens. Ik kom steeds dichterbij dat hun... Oeh, ik zie ze wel. Ik kan ze net niet raken, man. Maar het kut is, hun zijn met z'n tweeën. Dat is zo kut. Als ze gaan schieten... Ja, doe snel dit. Ik wil mijn bosje houden, man. En als ze vanaf zover al één hit raken, ben ik mijn bosje al kwijt. Alright. Oké, de Caesar komt er langzaam aan. We moeten gaan fighten. Of we moeten gaan bouwen. En weer muurtje. Je ziet ze ook gewoon zitten daar, man. Ik kan ze nog steeds niet raken. Dat is wel jammer. Alles voor het bosje, jongens. Oh. Oké, dit kost wel veel mes, though. Maar ze zien mij. Kijk, zie je, dat bedoel ik. Hier, dat bedoel ik. Daar ging mijn bosje. Je kan best wel veel damage doen vanaf hier. Oké, ik ben best wel veel aan het bouwen in de lucht. Dat is wel jammer. 7 damage, fuck hun. Oké, nice. We zitten safe. Oké, ik heb alleen nog maar ijzer. Ja, boys. Ik raak jullie ook, vriendjes. Even nog een mini innemen, trouwens. Oké, ik moet een beetje naar hun toe. Ik ga denk ik zo meteen die impulse nade gebruiken. Fuck it. We springen gewoon naar hun toe. Ik weet alleen niet hoeveel HP ze hebben, though. Bro, ik raak hun alleen maar. Wat doen hun? Ik raak alleen maar hun en hun mij niet gewoon. Oké, het lukt echt niet. Waar zit hij? Waar schiet hij nou weer op dan? Op mijn ding? Oh, fuck. Oké, ik moet gaan. Let's go. Huh! Leroy Jenkins! Oh, shit! Oh my god! Get owned. Klaar. Punt. Streepronde. Hun zijn echt... Echt gepakt, ouwe. Ik moet even die medkit innemen. Oké, fuck de minis. Oh my god. Oké, de Caesar komt er wel aan. Die actie was zo vet. Oké, ik moet wel even die steen mee gaan nemen. De Caesar komt steeds dichterbij. Dat was echt een insane actie, man. Holy shit. Oké, mini innemen 2. Oké, ik ben even benieuwd waar die andere grappies zitten. Oh, dynamietstaven zijn ook wel leuk. Oké, die neem ik mee. Fuck it. Dan kan ik ze naar beneden gooien. Ja, nog meer. Oh, chill. Oké, kijk, het leuke is, hun hebben hier net een brug gebouwd. Dus die kan ik nu gewoon gebruiken. Het kost mij veel minder mats. Even zien, wat zou ik doen? Vanaf hier bouwen? Ik denk het wel, hè. Fuck it. Oh, die laatste guy zit helemaal beneden. Oké, ik denk alleen als ik nu mijn, hoe heet het die dingen? Die dynamietstaves ga droppen, dat ze al afgaan in de lucht. Zou ik er één proberen? Fuck, het gaat gewoon één proberen. Kijk hoe ver die komt. In de lucht? Oh. Oké, kut. Ik kon het explosie niet zien. Ik moet nog tegen één guy, jongen. Oké, dat is de laatste. Fuck it, ik ga het proberen. Oké, we moeten wel weer gaan lopen. Oh my god, ik weet niet of die dynamietstaven het redt. Wacht, ik ga iets naar beneden. Zo. Ik wil kijken of die draak, want als ik hem gewoon kan hitten vanaf hier, zal dat fucking gewoon... Kijk, kijk, kijk. Oh my god. Volgens mij komen ze wel aan, ouwe. Dat is vuur... Dat is fucking chill. Oké, ik ga ze allemaal gooien naar beneden. Fuck it. Hij moet al stressen. Sowieso. Ik heb namelijk niet zo heel veel mats meer. Het regent, broer! Oh, die gaat rennen op zijn knijter! Oké, jammer. Fuck it, ouwe. Ik moet naar beneden gaan. Zullen we het doen? De laatste persoon?
Ik heb namelijk geen heals voor... Oh, ik heb een kampvuur. Oké, ik heb heel weinig mensen nog, jongens. We gaan het doen. Zal ik het doen? Oké, boeien als ik dood ga. We hebben al een fucking zieke kill gedaan. We gaan het doen. Let op, deze kill gaat zich kapot schrikken. Oh my god. Ik kan vuurtje snel. Oké, deze guy kan nog best wel wat. Mijn mensen zijn op. Fuck. Oh shit. Ik moet niet uit de zee zo gaan. Kut, dit doet heel veel damage. Ik zit onder die boom. Jongens, ik heb geen mes meer. Ik ben fucking low. Ik denk dat we doodgaan. Die kerel doet nu de skybase. Op mij. Oh my god. Get owned, gast. Ik was zo... Hoe kan ik dit overleefd hebben? Victory Royale board in de lucht, joh. Hey. Jongens. Dit is first fucking try, ouwe. Ik maak geen fucking geintje, ouwe. Wat, we hebben 4 kills en die Skybase challenge, jongen. Jullie zien er nog steeds, die Skybase challenge. Het lukt nog steeds, gast. We hebben gewoon die Victory Royale gehaald. Weer op zo'n epische manier. Hey, we hebben een glider nog. Oh, dat is wel vet. Oké, lol. Nou, altijd leuk. Jongens, oh my god, deze challenge was fucking lijp, ouwe. Ik doe nooit echt dit soort challenges. En ik ben altijd van het strijden en tryharden, maar dit was echt... Ik zweer het je, ik vond het echt spannend, ouwe. Ik schoot best wel van mis, ik was ook echt zenuwachtig. Holy damn, ouwe. Jongens, holy shit, dit was natuurlijk alweer de video. Hopelijk vonden jullie de video leuk. Als jullie de video leuk vonden en meer van dit soort challenges willen zien in Fortnite natuurlijk, laat even een duimpje omhoog achter. Als we de 2500 likes passeren, ga ik meer van dit soort challenges doen. Want ik vind het super leuk om te doen. En ik denk dan aan de likes zien dat jullie dit ook leuk vinden. Dus ram op die like knop, zou super dope zijn. Vergeet niet zeker te abonneren op mijn kanaal natuurlijk om dit soort video's niet te missen. Zou super dope zijn. Bedankt voor het kijken, thanks voor de support. En ik zeg tot de volgende video. Later. I think she ready for action. Ain't no lock on the door. She dropped the top to the floor.